Yo, welkom bij een nieuwe video van Clash of Clans. Hij moet even laden, zoals altijd. En ik kan eindelijk mijn heks naar level 2 brengen. Of doen, niet brengen, maar doen. En ik ben bijna meester. Oh nee, bijna kampioen. Bijna kampioen ben ik. Dan krijg ik 2000 edelstenen. Dan kan ik mijn bouwvakker naar bouwketen 5, 50 bouwketen kopen. Dat is echt nice. Want ik ga geen 20 euro uitgeven. Echt duur. Maar dan zijn we in mijn prachtige dorpje. We gaan een paar aanvallen laten zien. En geen doen, maar misschien één in de builder base. Ik heb deze net gedaan, 13 minuten geleden. Dat was net op mijn iPad. Het is een buit. Ik krijg bijna elke keer 3000. Nou, behalve hier dan. En hier, ja, ongeveer 2000 of 1900 of 3000. Maar ja, we gaan deze aanval laten zien. Het is echt een goede aanval. En die duizend stond ook hier letterlijk aan de zijkant. Wat heel nice is. Voor mij dan. Want ik wil gewoon die duister hebben en het stadhuis wat me gelukt is. Nou, ik plaats die muurbrekertjes hier. Die gaan mooi naar binnen. Maar die reuzen die gaan hier naartoe. En die packers die lopen een beetje om. Dus ik heb ze niet allemaal ingezet. Nou, ik heb ze wel allemaal ingezet. Maar eentje loopt naar binnen. Deze Nox lagt een beetje, man. Zo vervelend. Zo. Zo. De kleinkasteel komt eruit. Wat heel irritant is, maar ik doe die spells dat de kleine troepen doodgaan. En het stadhuis gaat nu bijna kapot, denk ik. X-boog is kapot, wat chill is. Alleen die X-boog hier zo is een beetje irritant aan het doen. Dan doe ik een haastspreuk op en een heelspreuk. Heeft heel veel effect op die pekka's, maar dat X-boog niet doodgaat. Of dat ik weet niet wat ik zeg. Maar ik heb de stadhuis, wat chill is. En dat was het ongeveer, maar ik heb, even kijken, 272.000 duister, goud, 276 elixir en 3.478 duister, wat nice is. Want dan kan ik weer eindelijk mijn heks naar level 2 doen. Want ja, 2000 of 75.000 duister vind ik wel een beetje veel. Deze kost al 75.000. Deze. En deze kost 75.000. Dus dan ga ik eerst de heks doen, want dan hoef ik die niet meer te doen. Koningin, zijn wel belangrijk. Maar die heks die zie je niet zo snel als de koningin. Snap je? Ja, ik snap het. Nou, de wacht. Oh ja, we zitten in een nieuwe wacht. Moet nog aanvallen. Iedereen moet nog aanvallen. Maar deze wacht hadden natuurlijk gewonnen. Dat was echt super. Het was wel makkelijk. Ik had volgens mij, even kijken. Oh, ik had wel twee keer aangevallen. Oh nee, wacht, hier sta ik niet. Dus vijanden. Mijn team. Ja, ik had twee keer aangevallen. Maar alleen was die tweede aanval was wel een beetje slecht. Maar ze loopt allemaal verkeerde kant op. Dat was op nummer 7. Zal ik even kijken. Nummer 7. Zo. Op nummer 7. Ja, even kijken. Pekka gaat erin. Oh nee, wacht. Het is een beetje een faal video. Ik doe een reus om de dingen te lokken. En de Pekka doe ik. Want die boogjes gaan heel snel dood. En de tovenaars gaan heel snel dood. En dan kunnen de tovenaars de
een draak doden. Wat goed is. Anders maken ze mijn tovenaars dood. Zoals die bom. Die bom die heeft hem meteen afgemaakt. Maar gelukkig niet allemaal. Dat ze allemaal naar die bom gaan. Anders had ik minder procent. Oké, ze gaan naar midden. Gelukkig is hij een Pekka. Anders ging ze niet snel naar binnen. Anders gaat hij... Oh wacht, ik heb hier ook een nieuw geplaatst. Ja, ik heb al een nieuw geplaatst. Nog een nieuw. Nog een nieuw erop. Ik zal hem even inzoomen. Ja, dit is zo'n makkelijke aanval, maar... Kijk, hier lopen ze allemaal aan de kant, aan de zijkant. Lopen ze allemaal daar naartoe. Wat irritant is, want dat kan ik niet. Als ze nou naar midden gingen, dan had ik heel veel procent. Ja, dus ongeveer. Maar het duurt nog 1 minuut. Ga ik niet echt allemaal kijken. Maar ik ga wel nu de... En het gaat best wel lekker bij de clan. Ze zijn een beetje aan het cuppen, wat nice is. Mijn tweede account moet ook nog naar Kristal. Maar dat, die verdediging is niet helemaal... Of ja, die troepen van Duister is niet helemaal goed. Maar de rest is wel een beetje bezig. Alleen er, die helemaal onderaan zitten, die zijn van level 40. Die hoeven dan niet te doen. Alleen Jacob misschien. Als die dat kan. Even kijken naar zijn base. Hij kan het op zich, maar dan moet hij wel... Hij kan op zich naar goud. Op zich wel. Wat is zijn record? Ja, hij kan makkelijk naar goud. Als hij vaak aanvalt, vaak online is, net zoals mij, dan kan hij naar goud. En... Lolbroekse, dat is Ramon, die is ook goed bezig. Want... Ja, hij is de meester geworden. Maar ik meester 1. Ja, dan ga ik maar mijn hex upgraden. Eindelijk is het zover dat ik mijn hex kan upgraden naar level 2. Want ik heb een tijdje over gespaard. Maar bij meester krijg ik heel veel loot. Dat is buiten. Heel veel buiten krijg je. Heel veel duizenden per aanval krijg je. 3000 ongeveer. En dan gaan we nu de hex upgraden. Tja! 10 dagen moet ik wachten. Dat is belachelijk veel. Maar nu is wel al mijn duister op. Maar, wat wou ik doen? Ja, ik weet het niet. Dit is zo'n video wat ik de hele tijd zeg. Maar hopelijk vonden jullie die video leuk. Ik kan niet aanvallen, want nou, ik kan nog wel eventjes in een bouwbase aanvallen. Zo, we gaan aanvallen, let's go. Hoe ga ik hem aanvallen? Ik ga via deze kant aanvallen. Ik denk dat daar een bom is, dus ik ga ze niet allemaal inzetten. Oké, dan moet hij per se via die kant. Dan ga ik deze daar doen. En deze daar. Hier nogal reusjes, want ik denk dat daar een bom is. Wat heel irritant is voor mij. Nou, ga nou naar die... Ja, goed zo. Ik zie nog geen bom. Oké, die gaan naar het stadhuis nu, denk ik. Ja, nice, hij gaat naar het stadhuis. Oh, nice. En het stadhuis is done. En nu gaat... Oh, nee, ik haat die mortier. Oh, nee. Ik kon geen 50% halen. Jammer. GG. Oké, hopelijk vonden jullie de video leuk. Deel zeker deze kanaal met jullie vrienden. En gaan we even de... Ja,
Ik heb al een week geen video geüpload, dus ik moet nog een beetje leren. Maar ik ben dik aan het verliezen. Maar hopelijk vonden jullie de video leuk. Deel deze kanaal met jullie vrienden. En laat een vraag of ze abonneren. Misschien abonneer ik nog wel terug. En dan zie ik jullie bij de volgende Clash of Clans video. Op weg naar kampioen.